autobedrijf Pieter Broos. Buitendreef 4, Hoger Heide is dit nog. Die heeft maximaal 5 plaatsen. En op dezelfde weg, maar dan nummer 8, heb je camperplaats Buitendracht. Dat is een betaalde plaats. Die heeft 8 plaatsen met een maximale lengte van 12 meter. Maar daar betaal je dan 8 euro inclusief stroom. Dus dan kan je kiezen op deze straat. Nou, volgens mij was dat autobedrijf was dat ook een soort werkplaats of een dealer voor campers, geloof ik dat hier. Nou, er was iemand en die had werkzaamheden laten uitvoeren. Het is Pieter Broos. Aan de camper. Hier staan wel campers, maar of dat is een. Campers, caravans. Ja, dit is het. Auto's en campers staat erop. Hey, ja. Het is dus een garage. Er staat gewoon garage. Maar het is een hoofdzakelijk campers volgens mij. Hè? Ja, mijn plekje staat daar, dus misschien moet je hier wel. Er zitten hier wel 5 plekjes. Dus ja. 1, 2, 3 staan er hier. Misschien heb je hier gewoon het feit dat je hier 5 plekjes kunt zetten. Ja. Hier zit niks bij. Geen stroom in daar. Maar dat is dus gewoon weer bij een... Een camperzaak. Camperzaak, ja. Autobedrijf. Ja, ik had eigenlijk gelijk moeten uitstappen en jullie dat even moeten laten zien. Maar hè, we zijn doorgereden naar het volgende plekje in die straat. En toen werd het weer zoveel slechter dat ik dacht, nou, ik ga het niet meer uit de auto om dat te filmen. Ja, maar goed. Het is dus een plekje gewoon voor de garage. Op een industrieterrein. En ja, dat moet je leuk vinden. Maar het is wel gratis. En het schijnt dat die man dus, dat bedrijf dus ook bepaalde reparaties kan uitvoeren aan jouw camper. Als je dus problemen hebt met de camper. Dan rij je een stukje verder en heb je hier autobedrijf Sanders. En achter de garage, even kijken hoe je daar dan zou moeten komen. Oh daar, zie je? Daar staat hij. Ja, dan moet ik, denk ik toch even uitstappen en laten zien. Dan rij ik even hierheen, want hier kun je namelijk campers kopen. Moet je eens kijken. Ja, dat zijn wel leuke campers, ja. Daar heb je zelfs nog eentje met 2 verdiepingen. De gordijntjes, alles zitten er al in. Er zitten ook prijskaartjes op. Yes. Auction staat er ook. Dus de... Veilinghuis. Ja, dat zou je denken, hè? Dat zag ik net bij eentje staan. Maar hier staat gewoon kaartjes op, hè? Dus je kunt kopen. Dat is wel grappig. Ja. Want die heeft volgens mij een Frans kenteken daar, die oranje. Ja. Kijk eens. Daar kun je toch wel een hele mooie camper van maken. Eentje is verkocht. Ze zijn niet gekocht trouwens hoor. Als je denkt, zo'n oude autobus. Ze zijn, ik heb net prijzen gezien van 60.000, 120.000, 180.000. En dan zoiets zal denk ik wat voordeliger zijn. Veel bij elkaar hier. Even kijken. Ik kan niet goed zien, 63.000 van mij. Niet gekocht. 6.950 euro. Maar hij staat niet geschuift, zie je dat? Ze heeft een probleem met de vering, denk ik. Deze kant niet naar beneden komt, die wil. De deur is ook open. Dat is natuurlijk een mooi instapmodel, hè? De camper van te maken. Dit is dus het autobedrijf Sanders. Ik denk dat je dan gewoon hier ook moet rijden. Dit is verhard, zie je dat?
En dan zie ik daar een poort. Met een bordje. Van de camperplaats. Ja. Dat lijkt wel zo'n sanitair gebouwtje daar. Zie je, er staan een paar telefoonnummers op die je dan kunt bellen. Er komt al iemand aanlopen. Daar heb je water. En daar het grasveldje. Nou, je hoort het al. Hè? Er kwam iemand aanlopen. En dat was inderdaad de eigenaar van de garage. Die vroeg zich af wat ik daar deed. En we hebben een heel leuk gesprek gehad samen. En he, over de camperplaats en over de garage en zo. En ik heb het niet gefilmd. Gewoon helemaal vergeten. Ik denk dat het kwam omdat het behoorlijk hard waaide. En het begon een beetje te miseren. Het weer werd gewoon slechter. Maar het lijkt me zeker de moeite waard als je in de buurt bent. Om daar een kijkje te gaan nemen.